Dit is deel 1 van het videoverslag van Artsens Kooihunt oktober 2013. Het is vrijdagochtend, ik denk een uur of 10 nu. We moeten om 2 uur op Schiphol zijn. Dan gaan we richting Japan met een hele leuke groep. We gaan uiteindelijk met z'n 7, maar we starten vandaag met 5 man. En Jurian en Ron die komen een dag later komen die aan. Die hadden nog wat werkzaamheden, die konden geen vrij krijgen. Alle twee eigen baas, maar ze konden geen vrij krijgen. Dus die komen wat later. Ik moet mijn koffer inpakken. Ik heb natuurlijk de nodige kleding. Er komen nog wat meer sokken bij. Want juist het advies naar Japan, extra sokken mee. Omdat je s'avonds moet je bij het restaurant vaak je schoenen uit. En als je dan de sokken aan hebt die je de hele dag hebt gebruikt tijdens het wandelen en door de natte desinfecteringspakken, dan gaat het niet helemaal goed. Eet je wel wat minder, misschien beter voor de lijn, maar voor ons, wij hebben liever wat extra sokken dan maar een dikke buik. Cadeautjes voor de kwekers mee, de platen voor op de auto natuurlijk. Ja, we moeten herkenbaar zijn, dat is heel belangrijk. De nieuwe gids heb ik gekregen, daar ben ik heel erg blij mee. De TomTom, Engelstalige, of het is eigenlijk geen TomTom, een Engelstalige Japanse navigatiesysteem. Erg uniek, dus daar ben ik ook erg blij mee. Paspoort, creditcard, nog wat losgeld, boardingpassen mee. Nou, ik ben daar helemaal klaar voor. Het enige wat ik mis is dat hele irritante deuntje wat we nou aanspraak hebben. Dat zal ik nu even aanzetten. Aangekomen. We zijn nu bij de autoverhuur. Hebben we gereserveerd. We zijn nu net voorbij Tokio. Gaat lekker, nog 235 kilometer. Dan gaan we eerst naar het hotel en dan gaan we bij de lift eten. Mensen die de andere filmpjes hebben gezien, die weten wat het is. En ik verheug me er nu al op. Ik verheugde me vorige maand op, dus nu ook. Het is 4:30, het begint alweer donker te worden. We staan even op de tussenstop. Het is enorm gaan waaien. Ik heb hem super mooi geparkeerd. Kijk even. 2 vakken. Dus ik ben helemaal trots. Mobiele eenheid. Jij ook nog eventjes. Huppakee. Even iPad en zijn dingetje. Mijn dingetje. Gaat je dingetje steeds aan en uit, jongen? Nee, niet meer. Komt niet meer? Komt door mijn rijgedrag. Ja. Maar ietsje vertraging. Maar dan zijn we ook eindelijk. Dus nou ja, we lopen nu snel naar de lift in de hoop dat de plaats zaterdagavond altijd druk. Hey. Ja, ja, ja. Zo. Wat zo? Alright. Ja, ja, ja. Auwe. Ja, dat viel mee. Ja, we zijn heel aardig, netjes. Jongens, dan heb ik een groot beeld en dan kan ik jullie niet allemaal tegelijk. Nou, we zijn moe en voldaan klaar met eten. Een hele goede. Nou, heel goede. We hebben een hele reisdag gehad vanochtend, of eigenlijk gisteren. Om 2 uur verzameld gistermiddag en om 8 uur Japanse tijd aangekomen. Om 7:30 en 8 uur hadden we wat vertraging omdat ze in het ruim waren. Ze waren nog aan het laden en het regende heel erg, waardoor er maar
één snackbaan, dus het was allemaal wat trager. Maar al met al ja, goede reis gehad, leuke films gezien. En nu alvast aan het fantaseren naar de dag van morgen. Morgen vroeg op. En dan gaan we als eerste waarschijnlijk weer Jagenzi, onze traditie. Daarna even naar Marudju, want we moeten onze mutpons gaan oogsten. moeten we gaan oogsten. Dat gaat niet morgen gebeuren, maar dan moeten we een afspraak over maken wanneer we de mutpons oogsten. Dus daar zijn we heel benieuwd naar. Hopelijk morgenmiddag naar Sekkerboetsen. Dus weer een stukje rijden, maar zeker een minuut waard om daar vroeg bij te zijn. Dus vanaf morgen hebben we echt vissen. De show kun je zien. Tot morgen. Lekker ijsje aan het eten. Lekker ijsje. Lekker rennen. Straks naar bed toe. Lekker tukje doen. Telefoons inleveren, jongens. Ja. Mensen weten natuurlijk niet dat het heel streng is bij Arslens. De jonge jongens die moeten zeker vroeg naar bed. Eén vraagje nog en dan ga je naar bed. Huppakee.